Het afgelopen theaterseizoen hebben we natuurlijk op diverse locaties het Pratende Toverboekje mogen opvoeren. Maar graag neem ik jullie mee naar het begin van het Pratende Toverboekje. En dat was namelijk tijdens mijn opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. Tijdens mijn minor, als ik het goed zeg, creativiteit in het sociale werk. Daarvoor kregen we een opdracht om het begin van een verhaal te schrijven. En ja, zo kwam eigenlijk het begin van het Pratende Toverboekje. En doordat ik zowel tijdens als na mijn opleiding op verschillende naschoolse opvanglocaties werkte, begon ik eigenlijk uit het hoofd te vertellen wat ik dus voor die opdracht van school had geschreven. Wat natuurlijk niet was afgeschreven. Dus ik moest ergens halverwege, of nou ja, toen zeg maar het einde was tot waar ik het had geschreven, zei ik, dit is het verhaaltje tot nu toe, of iets in die trant, wordt vervolgd. Dus de keer daarna dat ik weer op die locatie kwam, moest ik natuurlijk weer verder vertellen over het meisje en het pratende toverboekje. Dus ja, toen moest ik wel elke keer ter plekke een beetje bedenken hoe het verhaal zeg maar verder zou gaan. Wat ik wel heel leuk vond, want ik kon gelijk een beetje uittesten. Oh, volgens mij wordt het nu te spannend. Moet er nu een grapje in? Want je natuurlijk gelijk, je krijgt gelijk de reactie van die kinderen. Maar ik heb uiteindelijk het verhaal nooit definitief afgeschreven. Wel had ik een beetje in mijn hoofd waar ik het naartoe wilde schrijven. Maar zoals heel veel andere verhalen die ik schrijf, niet afgeschreven. Dus omdat ik er wel heel graag wat mee wilde, dacht ik, nou, dan maak ik er maar gewoon een voorstelling van. Want dat heb ik binnen handbereik. Want dat heb ik immers ook met verstandverduistering gedaan. In het kort heb ik daar ook een voorstelling dus van gemaakt. Maar wilde ik daar eigenlijk een film of een serie van maken en een boek. Dus dat ligt ook nog op de planken, zeg maar, om aan te gaan beginnen. Maar het motiveerde mij wel, zeg maar, om voor het Pratende Toverboekje dat dus ook gewoon vast te doen. Want dat is voor mij dan gewoon binnen mijn eigen stichting makkelijker om alvast te gaan doen dan een boek te gaan uitgeven. Dus zo gezegd, zo gedaan. Nou, voorstelling dus, wat ik zei, afgelopen seizoen lekker veel gespeeld. En toevallig vandaag had ik een training bij mijn andere werk. En dat is een weerbaarheidstraining aan wat jongere kinderen, zeg maar leeftijd groep 3-4. Om een beetje weerbaarder te worden, zelfverzekerder te worden. En dan lezen we ook elke keer een verhaaltje voor. En toen ben ik eigenlijk gewoon het Pratende Toverboekje soort van een beetje uit mijn hoofd gaan vertellen. En het sloeg eigenlijk best wel aan dat ik weer dacht van, ja, hier moet ik nog steeds wat mee doen. Ik moet hem nog eventjes gewoon gaan afschrijven, zeg maar, van nu van toneelscript, zo gezegd, naar een kinderboek. En dan mensen verzamelen die heel mooi, heel goed voor mij willen kunnen tekenen. Dus mocht je iemand weten of kennen, neem vooral contact met ons op. In een heel gewoon dorp staat een heel gewoon huis. En in dat hele gewone huis woont een heel gewoon gezin. Twee hele gewone ouders met een heel gewoon meisje. Nou ja, gewoon. Ja, het meisje is wel gewoon, maar ja, wat zij meemaakt, dat is niet zo gewoon. En wat maakt zij dan mee, hè, dat het niet zo gewoon is? Nou, dat zal ik jullie eens vertellen. Sorry. Dat gaan wij vertellen. Hoewel ik natuurlijk heel veel de laatste tijd met theater heb gedaan. Dus het spelen in toneelstukken of het schrijven ervan of het regisseren ervan. Of allemaal tegelijkertijd. Begon het eigenlijk wel vooral met het schrijven van. Want ik wilde vroeger heel graag verhalen schrijven. Ik schreef ook wel gedichten. Maar ik had eigenlijk de hoop, de wens, het idee dat ik ooit boeken zou gaan schrijven. Nu wilde ik ook wel vroeger acteren. Maar ik dacht, nou ja, dat is voor mensen die dat kunnen. En ik vond natuurlijk dat ik dat niet kon. Dus ja, deed ik er niks mee. En nu kwam ik toevallig laatst een grappig schriftje van vroeger tegen. Op het schriftje zelf aan de voorkant staat klad. Dus blijkbaar was dit een kladschrift.
Maar als ik hem open doe, dan begin ik eerst met waarom beginnen mensen aan genotmiddelen? En dan gaat het over hash en over roken en waarom het allemaal niet goed voor je is. Dus ik denk dat ik dit ook een beetje als een schriftje voor verzorging of zo heb gebruikt. En iemand heeft ook in mijn schriftje geschreven en heeft daar een jaartal bij gedaan. En daar staat op 23 december 2001. Dus het moet schooljaar 2001-2002 zijn geweest. Dus ik denk dat dat dan van de tweede klas is. Maar in ieder geval na 4 bladzijden over genotsmiddelen ga ik over naar mijn eerste verhaal wat denk ik echt een boek zou moeten worden. Het is een beetje een soort van murder mystery-achtig. Het speelt zich af op een school, want er is iemand vermoord. Tenminste, er wordt gedacht dat het zelfmoord is, maar de klasgenoten die vinden dat zeg maar raar, dus die denken aan een moord. En het grappige is ook wel dat hier rechercheur Monroe en rechercheur Boer als duo aan het werk zijn. Nou echt, die twee namen bij elkaar, ik vind het geniaal.